Ik ben Marjolein Faber, ik ben fractievoorzitter van de PVV Gelderland. Ik ben bij de PVV gegaan omdat ik vind dat er eens een keer een frisse wind door politiek Nederland moet gaan. En we beginnen in het provinciehuis. Mijn naam is Daniel de Haar, ik ben vice-fractievoorzitter PVV Gelderland en woordvoerder Landbouw Natuur. Ik ben Erik Venema, ik ben staatslid voor de PVV. Ik ben Petra Kouwenberg, ik ben statenlid voor de PVV hier zo in Gelderland. Ik heb de commissie ROW, ruimtelijke ordening, water en wonen. En ik doe een gedeelte welzijn in algemeen financiën, bestuur en welzijn. Elk jaar wordt er 1 miljard euro uitgegeven en wij vinden dat dat eens een keer op een andere manier besteed moet worden. Liever minder besteed geworden, zodat de mensen zelf meer in de zak houden. Want uiteindelijk is het geld van de burgers en wij vinden dat in feite het budget best gehalveerd mag worden naar 500 miljoen. En ik ben bij de PVV gegaan omdat ik vind dat de agrarische sector de afgelopen jaren enorm is veranderd. En dat is op zich goed, alleen de natuurplannen die nou boven het hoofd hangen, die moeten echt van tafel en daar knok ik hiervoor elke keer in de Staten. Waarom is de PVV zo ontzettend belangrijk? In de eerste plaats omdat het de islam een weerzinwekkende ideologie is die een directe bedreiging is voor onze rechtsorde. Het is antidemocratisch en het heeft met de sharia... Gaat het rechtstreeks tegen onze democratische wetgeving in. Ik ben Nelly Bassink. Ik heb voor de volle 100% voor de PVV gekozen. Omdat er geen ander alternatief is in politiek Nederland. Daar de PVV opkomt voor de gewone burger. En niet zoals de linkse elite die het zegt, maar niet doet. Ik ben van mening, mijn opa en oma hebben in de oorlog hard moeten strijden voor een vrij en onafhankelijk Nederland. En ik vind dat alles wat daarvan over is, is niks als niet democratisch. En wij hopen hier zo in Gelderland een start te gaan maken met dat terug te draaien. En ervoor te strijden dat wij onze eigen soevereiniteit behouden. In de tweede plaats vind ik het heel belangrijk dat de mensen een lastenverlichting krijgen. We betalen veel te veel belasting, veel te veel premies. En elke premie en belasting die we niet hoeven afdragen is extra inkomen voor de burger. En ik ben er trots op dat ik me daarvoor mag inzetten.